Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuw Hubs & Now. Vandaag is 5 december. Jordi is jarig. Vieren we dat? Nee, dat vieren we niet. En waarom niet? Omdat we Jordi alleen maar straffen als we het vieren. Hij is vandaag weer naar school toe. Wel met oorontsteking, et cetera. Ik ga ze daar ook bellen, telefoneren voor Jordi. Zodat we dingetjes geregeld krijgen, et cetera. Dus ja. Liam die is in zijn pietenpakje naar school. Ik had het allemaal willen filmen, maar het werkt allemaal niet mee hier in huis. Dus ja, we moesten iets. Dan ga ik even de tv aanzetten voor Sam. En dan ga ik eventjes telefoneren met kinderartsen, et cetera. Zodat ik voor Jordi het een en ander geregeld ga krijgen. Ja, zo zie ik er dan uit. Ik ben ondertussen even aan het uploaden. Want ik heb toch natuurlijk nog 2 vlogs. Die online ze hadden moeten komen. Niet gelukt is door alle zieken hier. Dan maak ik van de vlog van afgelopen week een weekvlog. Want daar heb ik wel zo weinig gefilmd. Dus, ja, Sinterklaas is het enige wat ik veel heb gefilmd. Maar goed. Dat dus. En ik ben dus 2 vlogs nu aan het uploaden. Die andere moet ik nog editen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dat moet ik nog doen. Maar er komt dus vandaag en woensdag komen die 2 vlogs online. En dan vrijdag komt die weekvlog. En dan loopt als het goed is weer alles een beetje up-to-date. Ik ben nu tosti aan het maken. Want ik ga zo dadelijk Liam ophalen. En zorgen dat hij in ieder geval lekker eten heeft. Ja, het is wel raar zo zonder Jordi. Daar ben ik heel eerlijk in. Het is echt raar. Ja, komt ook wel weer goed. We hebben even ons pietje opgehaald. Ja, ja. Hey. Liam. Kijk. Hi. Wat zie je er mooi uit. Lekker pietje van me. Hij had een leuke dag gehad, werd er gezegd. Dus poep. Papa, wat heb ik gedaan? Ja, mag maar even pepernotencake maken. En je weet nou ook hoe ik het heb gedaan. Ik heb gewoon cakeslag gemaakt. En pepernoten erin geroerd. Ja. Oh ja. Zo ziet het eruit. En het is best lekker. Oh. Ja. We zitten nu stiekem in de keuken te eten. Want anders gaan de kinderen moeten zo eten. Maar wat eten ze daar niet meer? En... papa en mama moeten altijd even voorproeven, hè? Want Jordi houdt niet echt van gebak. En hij is nou ook nog te warm voor die kinderen. Ja. Maar Jordi houdt niet echt van gebak. Maar wel van cake. Dus kunnen we straks na het eten cake eten met Van Gogh. Ja. Als toetje. Een goede morgen. Gisteravond. Kindje naar bed gedaan. En Jordi heeft een keer vannacht doorgeslapen. Ik heb gisteravond nog een beetje opgeruimd met Niels samen. En toen, op de bank eigenlijk gehangen. Eigenlijk niet veel bijzonders meer gedaan. Ik heb Liam vanochtend naar school gebracht. En Jordi naar fysio. Ik ben gewoon naar de winkel gegaan. Normaal kost dit brood 2 euro. Ik heb er nu 50 cent voor betaald. Dat is allemaal van gisteren, hè? En dit brood kost normaal, ik weet niet of je het ziet, 2,79 euro. Heb ik nou 75 cent voor betaald. Dat is brood wat wij lekker vinden, zeg maar. Dan heb ik nog crackers. Ik zal even een soort van shoplog laten zien. Dan heb ik deze, dubbelvla. Diepvrieszakjes voor het brood in te doen, want die waren op. Niels wilde heel graag chocopepernoten. Ik heb rozijnen, krentenbollen, vuilniszakken, een fles melk, want daar haak ik eigenlijk elke keer. Kroephoek. Waarvoor heb ik kroephoek gehaald? Voor deze. We eten vandaag noedels. Willen jullie dat zien? Willen jullie weten hoe ik noedels maak? Zal ik dat gewoon doen? Oude kaas. Ik vind het heel lekker. Ik heb... voor mezelf 2 broodjes meegebracht. Dat was ook in de aanbieding. Maar ik dacht ook van, mag mezelf ook een keer verwennen.
Kaasstengel heb ik, 2 kaasstengels heb ik gehaald. 4 croissantjes. Dus voor als we Liam straks gaan halen. En normaal kost dit brood €2,99. Hij is gewoon van gisteren. En vandaag heb ik er 75 cent voor betaald. Hé, lekker brood. Zit je goed snel vol van. Dus ik vind het prima. Dan heb ik crème pâtée. 2 voor 2,50 gehaald. Ik heb kippendijfilet, want die was op. Want ik wil daar altijd mijn noedels mee maken. Teriyaki saus. Nee. Teriyaki saus. Dat. Dat heb ik gehaald. Prei voor bij de noedels. Wortel voor bij de noedels. Sugar snaps voor bij de noedels. Champignons voor bij de noedels. Broccoli heb ik ook gehaald. Sam, blijf daar eens vanaf. Ik heb filet americain voor mijn broodje gehaald, want dat is lekker. Ik mag mezelf ook een keer verwennen. Ik heb banana's gehaald voor onder andere Niels. Want Niels houdt van bananen. Het is ook af en toe net een gorilla. Dus ja, hè, pas goed bij elkaar. Ik heb druifjes gehaald. En ik heb aardbeidjes gehaald. Jordi die eet namelijk graag aardbeidjes. Ik ben ook nog heel even gauw naar de kruidvat gegaan. En daar heb ik Jordi zijn pap gehaald. Want die was ook zo goed als op. En toen zag ik dit liggen. En toen dacht ik, ja! Yeah! Maandelijkse dingen. Yay! Doen we. Mag ook wel een keer, toch? Mezelf verwennen. Ik weet nou al wie het opeet, hoor. Meestal ben ik dat niet. Meestal heb ik er een paar van. En dan de rest eet Niels op. Dus dat. En ik heb een hele hoop aan kaartjes. Dus die heb ik ook. Want ja, de actie is voorbij. En ze hadden er nog heel veel. En ja, ik spaarde ze voor de kinderen van een vriendin van mij. Dus ja. Yeah. Zo, ik heb Liam opgehaald. Jordi zit lekker te spelen. Sam ligt al op bed. Ze hebben gegeten, ze hebben gedronken, ze hebben alles gekregen wat ze moesten hebben. Drinken staat ook klaar voor Liam, dus die kan gewoon drinken als hij dat wil. Dus ja, laat de middag maar beginnen en we gaan zien waar het schip stond. Ik heb wel, voordat ik Liam ging halen, heb ik alle groentes en vlees en alles gesneden voor straks. Dus dan kan ik straks zo in de pan flikkeren en eten maken. Jordi is nog steeds wakker. Sam heeft geslapen. Liam heeft geslapen. Liam is aan het spelen, maar hij is niet zo blij. Nou, dat kan. Maar Sam doet Jordi een beetje helpen. Wat is er? Kan mama jou helpen? Ik denk dat ik iemand moet helpen. Wat kan mama voor jou doen? Wat is er aan de hand? Is deze los? Mama erop maken. Zo, nou zit hij er weer op. Is hij goed? Is het geregeld? Ja? Is het nou weer goed? Oh, oké. Okay. Dit had je gekregen van Sinterklaas, hè? Ja, nee. We snappen hem helemaal. Je moet hierop drukken. Dus op drukken. Oh. Moet dat nou, die herrie? Hallo? 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 Is niet nodig. Ze luistert hier gewoon niks naar mij, hè? Mijn vent niet, mijn kinderen niet en mijn mond al helemaal niet. Maar ik kan wel kietelen. Hallo. Ik kan wel kietelen. Ik kan wel kietelen. Yes, yes, yes. Ik kan wel kietelen. Yes, yes. Lekker ding. Hij heeft een snotneus. Ik ga koken. En Niels stond dus ook thuis. En ja, ik ga wokken, hoe je het ook wil noemen.
Daarvoor gebruik ik sugar snaps. Kippendijfilet. Ik heb champignons, winterpeen en broccoli. En ik heb prei. En wat ik daar nog meer bij gebruik is dit. En natuurlijk noedels, maar dat komt dadelijk al. Ik heb al een pan met water op staan. Hier zit de kip in die ik over had. Daar maak ik kip curry salade van of kip paprika salade. Of net waar ik zin in heb. Ik geef een wokpan. Die kip ga je gewoon roerbakken. De pan met water die ik op heb staan, die ga ik voor meerdere dingen gebruiken. Want ik ga de sugar snaps er eventjes in beetgaar koken. Ik ga daar heel eventjes mijn wortels in beetgaar koken en mijn broccoli. En daarna gebruik ik hetzelfde water voor mijn noedels. Dus twee pannen in principe die je nodig hebt. Het water kookt. En dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je erin doet wat het langste nodig heeft. En dan iedere keer aanvult met wat korter nodig heeft. Nou is het zo dat de wortels vaak wel wat langer nodig hebben. Dus die ga ik als eerste in doen. Dan ga ik de sugar snaps erin doen. En dan ga ik de broccoli erin doen. Als je vlees een beetje bruin begint kleuren zoals dit, kunnen de champignons erbij. En hier kunnen nu ook de sugar snaps bij.
heet. We moeten helemaal afgekoeld zijn, hè? Nee, hoeft niet. Want ik heb hier, het gaat hierin. Moet je gelijk hebben? Ja. Wacht. Dank u. Waarom doe je dat? Ik doe het. Kijk dan hier. Stofzuiger. Nee, hier ook. Soms moet je dingen verdelen. Ik ben nu even de was aan het doen en Jordi zit bij mij op bed. Niels is Sam en Liam aan het douchen en daarna gaat hij Jordi douchen. Dus ja, heb ik daar mijn was gedaan en Niels kinderen gedaan. En ondertussen ook een oogje in het cel natuurlijk. Hij zit daar lekker zijn ding te doen. Goedemiddag. Nou, ik heb niet eerder tijd gehad om te vloggen, ik ben heel druk geweest. Niels is met Jordi naar de Radboud geweest, want hij moest naar de controle voor KNO en voor chirurgie. Ze denken, hebben het vermoeden dat er nog iets van een neusamandela achter is gebleven of weer aan is gegroeid. Dus daar gaan ze naar de volgende operatie naar kijken. Buisjes krijgt hij dan ook. We doen wat we kunnen. Dus dat. Botox-injecties staan weer gepland voor over 2-3 maanden. Dus dat. Of in ieder geval staan gepland, staan op de lijst, zeg maar, zodat Jordi altijd aan de beurt is. Zijn buik voelde soepel, et cetera. Nu ligt hij even te slapen. Sam is naar schooltje geweest. Die heb ik net ook weer opgehaald. Niels was thuisgekomen met Jordi. Ik heb gewoon voor Niels gezorgd dat hij eten mee heeft. Die is nou weer werken. En deze knappe vent is de ochtend de hele tijd bij mama geweest. En we hebben geknuffeld en gekroeld en gedaan. Dus ja, dat. Ik ga hier eventjes zelf ook zo wat eten. En kijken hoe de dag verloopt. Het is zoals het is. Daar zitten we dan. Niels is thuisgekomen. We hebben gegeten. Maar Niels is nu eventjes met Liam naar de gemeente toe. Voor een ID-bewijs aan te vragen. Want die hadden we nog niet. Was ook nog nooit nodig geweest. Dus voor Sam doen we in het nieuwe jaar. Voor Liam doen we het nu. Zodat hij dadelijk bij Cantalis goed geholpen kan worden. Dus ja, dat. En als je me vraagt waarom heb je er geen. Het was coronatijd. In principe als je het papiertje hebt van zijn geboortebewijs is dat ook prima. Daar is nooit geen issue over geweest. Dus ja, dat. Maar ja, dit is toch wel nodig. Dus laten we dat maar even doen dan. Paspoorten zijn dan gemaakt. Dus ja. Ik ga heel even dadelijk vast pyjama's pakken, klaarleggen, et cetera. Kleding voor morgen voor de kinderen vast klaarleggen. Zodat alles geregeld is. Ik ben op, ben moe. Dat. Inmiddels ben ik alweer thuis. Heb ik verschillende wasjes aangezet. Heb ik was opgevouwen. Heb ik vaatwasser gedaan. Heb ik, oh, ik heb van alles gedaan. We hebben Jordi opgehaald. Liam is ondertussen in slaap gevallen. Die ligt daar. Sam en Jordi zijn eventjes tablet aan het kijken. En dat is voornamelijk omdat Jordi uit school is gekomen en van alles moest. En dan heel eventjes niks hoeft. Hij heeft ook al drinken gehad. Dus gewoon luier gehad. Alles heb ik al gedaan. Dus ja, ik ga heel eventjes nog een broodje eten. Want ik sta eigenlijk een beetje op dit. Te weinig gegeten. Is ook echt zo, want Liam heeft straks mijn halve broodje weggekaapt. Prima,
Maar het is nou helemaal zo. Dus ja, dat. Dan ga ik heel eventjes wat eten. En dan ondertussen nog van alles doen. En dan komt straks Niels weer thuis. Ja. En weet je wat het is? Ik kan alles filmen wat ik doe. Maar dat is zo saai. Iedereen weet toch hoe het is om een vaatwasser uit te ruimen. En om een wasmachine aan te zetten. En zouden jullie dat nou echt willen zien? Dat ik dat doe? Laat me weten. Misschien doe ik het dan wel een keer. Dus ja, dat. Kindje heb ik gegeten. Hebben goed gegeten trouwens. Ik ben heel eventjes deze stapel aan het wegwerken. Ik heb de pyjama's en alles al klaar liggen. Als ik dat klaar heb, kan ik naar beneden toe. Gaan we de kindje naar bed doen. En dan gaan Niels en ik samen eten. Was opgevouwen. Kindje ligt op bed. Wat gaan we eten? Frietjes. Jee. Dus geef eten en ondertussen kijken voor editen, etc.